Aziz Kumar Gayadin, assembleelid, kan zich niet terugvinden in de zaken die de onderhandelingscommissie van de regering heeft voorgesteld na de gesprekken met Alcoa. Dit zei hij gisteren in het parlement. Met name de overdracht van het Stuwmeer en de schadeloosstelling door de multinational werden besproken door de volksvertegenwoordigers. Als lid van de commissie van rapporteurs stelt Gayadin dat de onderhandelingscommissie niet in het belang van de gemeenschap heeft onderhandeld met het bedrijf. Hij ziet daarom graag dat de oorspronkelijke Brokopondo-overeenkomst wordt gehandhaafd. Dus voorzitter, u ziet dat in lijn waarmee alle deskundigen van DNA en daarbuiten met DRS en de Brokopondo-overeenkomst, dat door de regering, door de onderhandelingscommissie losgelaten is, voorzitter. En dat bevreemding wordt gekeken naar de overeenkomsten die tot stand zijn gekomen, waarbij verwaarloosd zijn die zaken die reeds als te zijn rechten in Brokopondo-overeenkomst Suriname rechtens toekomt, voorzitter. Commissielid Glenn Sapoen stelt dat de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst veel vragen oproept. Hij stelde een belangrijke vraag aan de regering. Maar als je dan op de website van het moederbedrijf leest, dat AWAC met de regering van Suriname wil onderhandelen over de resterende activiteiten van Suralco en de toekomst van de bauxietindustrie in Suriname. Dan gaat er eigenlijk een tweede alarmbel bij mij rinkelen. Wat wil Suralco en AMS eigenlijk met de vroegtijdige beëindiging van de BO bereiken? Dan zijn de prijzen van aluminium op de wereldmarkt niet meer zo laag als 2015. Het is behoorlijk gestegen. En Alcoa heeft nog voor 10 jaar aluinaren in reserve en hebben daar smelterij met waterkracht voor nodig om aluminium te produceren. Aan de minister van NH of ROGBO of aan de regering, wanneer komen alle uitgegeven bauxietconcessies terug in de boezem van de staat? Aldus parlementariër Glenn Sapoen gisteren in de Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de Brokopondo-overeenkomst. Als lid van de commissie van rapporteurs plaatst hij vraagtekens bij het vroegtijdige vertrek van Alcoa.